Vandaag weer een nieuwe aflevering van Oh, zit dat zo? We nemen een kijkje in het Amazonegebied waar je dieren uit Zuid-Amerika tegenkomt. Weten kinderen wat voor een geluid de tapir maakt? Daar komen we achter tijdens de kinderpraat. Ook in deze aflevering is er een opdracht waar kinderen moeten graaien naar de oplossing. Maar voordat we daarnaar gaan kijken, vertelt Steven jullie meer over de tapir. Welkom bij Oh, zit dat zo? Nou, dit is een van onze Zuid-Amerikaanse tapirs. We hebben hier drie Zuid-Amerikaanse tapirmannen in het park zitten. Ze komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, vooral in de tropische regenwouden, daar vind je ze veel. En wij hebben hier in Zoopark Overloon drie mannen zitten. Dit is Henk. Henk is de oudste van de drie. In het overleg met het fokprogramma wat in Europa is vastgesteld, hebben wij drie mannen gekregen die eigenlijk allemaal van leeftijd verschillen. Henk is inmiddels een jaar of 11. Onze andere twee mannen zijn 5 en 3. En het is eigenlijk de bedoeling dat zij op termijn met elkaar hier gaan leven. En dat Henk dus de leider van de groep wordt en dat hij twee andere mannen krijgt die onder hem gaan leven. In wild vind je vooral paardjes samen, maar het kan ook wel eens gebeuren dat er een mannetje geen andere partner kan vinden en dan wil hij ook wat met een andere man optrekken. En zolang er geen vrouw in de buurt is, is dat geen probleem. Alleen als er natuurlijk een vrouw komt, dan gaan de mannen natuurlijk om vechten en dan zal je zien dat ze onderling ruzie gaan krijgen. Maar zolang wij dus geen vrouw hier hebben en alleen mannen, is dat helemaal geen probleem. Omdat er in Europa een aantal mannen te veel zijn. Er zijn een grote groep tapirs in Europa en er zijn een paar mannen over waar geen vrouw voor is. Dus vandaar dat wij door het fokprogramma zijn gevraagd om hier een groep mannen te houden. Nou, we hebben hier een heel groot verblijf waar ze ieder een eigen plekje kunnen vinden. En daarom is dat voor ons heel makkelijk op te lossen. Zoals je ziet is Henk eraan gewend om door ons aangeraakt te worden. Dit heeft voor ons een aantal grote voordelen. Want op deze manier kunnen we namelijk altijd bij hem controleren of alles goed is. Als we kleine wondjes zien, kunnen we dat van dichtbij bekijken. En hij vindt het eigenlijk ook nog eens heel lekker. Dus eigenlijk is het voor hem een soort massage die hij krijgt. Stel nou bijvoorbeeld dat we zien dat hij last heeft van zijn tanden. Dan kunnen we gewoon bij hem dichtbij zijn tanden kijken zonder dat hij daar eigenlijk problemen heeft. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor zijn poten. Hè. Dieren hebben nog wel eens problemen aan hun poten. Dat er bijvoorbeeld een kleine ontsteking in zit. En op deze manier kunnen we bij hem eigenlijk heel makkelijk kijken of er ongemakken zijn. Dus dat is voor ons een groot voordeel voor de gezondheid. Ze komen bij ons in het gebied wat Amazone heet. Dat is dus de naam van het hele Zuid-Amerikaanse gebied hier in Zoopark Overloon. En als je dat gebied betreedt, dan zijn eigenlijk de eerste dieren die je daar tegenkomt. Bij elk dier hoort een letter. Weten de kinderen door te voelen welk dier het is en kiezen ze de juiste letter? Wanneer alle letters juist zijn, vormt zich een woord. Durf jij je handen in deze gaten te steken? Probeer het uit in de Amazone.
Ben je vanmorgen van huis vertrokken met ik wil vandaag puntje die dieren per se zien? Ja, eigenlijk wel ja. Wist je al welke er waren? Ik wist al dat er wasbeer was en een, weet het niet meer, gewoon een soort van... Ja, ik weet alleen maar dat de wasbeer hier was. Ja. En mijn veter. Er zijn ook leeuwen bijgekomen, onlangs. Heb je ze al gezien? Nee, nog niet. Nee. Wat stel je je daarvan voor, leeuwen? Ja, dat ze heel gevaarlijk zijn, maar ook wel schattig uitzien. Ook wel schattig eruit zien. Het zijn eigenlijk roofdieren, hè? Ja. Wat wil je nog meer zien? Nijlpaarden, kamelen. Ja. En stel je voor, je vader die zegt op het einde van de dag, je mag er één meenemen. Dan zeg ik nee. Gewoon nee. Dat doe je niet? Nee. Maar stel je voor dat het wel mocht? Ja, dan neem ik hem mee en dan ga ik hem wel verzorgen. Oké. Als jij hier, stel je voor dat je hier mocht werken, wat zou je dan hier het liefste doen? Nou, de dieren eten geven en allemaal dingen leren. Hebben jullie huisdieren? Ja, twee dwergpapegaaitjes. Dus gemakkelijk te doen? Ja. Ja. Maar die vind je ook lief? Ja. Ja. Zijn er ook dieren bij waarvan je zegt, nou, kom even afstand, dan ben ik een beetje eng? Ja, die vind ik wel, zoals een nijlpaard neem ik wel afstand voor de zekerheid. En een krokodil ook. Zit er hier ook hier, krokodillen? Nee, volgens mij niet. Nee. En welke dieren zeg jij van, dat vind ik eng? Een tijger, een krokodil en een hele grote neushoorn. En dieren maken ook geluiden, hè? Ja, dat weet ik. Kun jij een dier noemen en een geluid nadoen of niet? Waarom niet? Bijvoorbeeld van de apen? Oep, oep. Ja? Wat maken de apen voor geluid? En weet je wel een ander dier waar je van weet van, ik weet precies hoe die doet als hij misschien boos is of zo? Misschien, ik weet het niet. Hebben jullie ook al, dat is een moeilijke, misschien de tapir gezien? Ja. Ja. En ik heb gehoord dat hij een soort fluitgeluid maakt. Hebben jullie ook gehoord? Nee. Nou, het lijkt net op een fluitje, ja. Zo, en dan kun iedereen... Ja, doe nog een keer. Ja, dat doet een tapir ook en dan ook veel harder, ja. Hey, en nou, jullie papa en mam zijn erbij, hè? Ja. Stel je nou voor, de directeur komt hier langs, de baas van de dierentuin, en die zegt, jij mag één dier meenemen naar huis. Welke zou je kiezen? Als ik jou was, de witte tijger. De witte tijger. En welke zou jij kiezen? Een aap. Jij zou een aap meenemen. De finish was wel goed thuis, hè? Behalve de witte tijger dan. De witte tijger niet, nee. En als je nou eens hier een dag mocht helpen, hè, in de dierentuin. Ja. Welk dier zou je dan willen verzorgen? De aap. Toch de aap. En jij? De witte tijger. Volgende week in O zit dat Zoo. Gaan we op expeditie in de Djengeli. Krijgen we meer informatie over de tijger en gaan we kijken welk dier de kinderen mee naar huis willen nemen. Tot volgende week!